Hey guys en welkom terug bij deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik echt een video wat ik super leuk vind om op te nemen. Het is namelijk een soort van shoplog, maar dan van Vinted. Afgelopen tijd heb ik echt super veel geshopt bij Vinted. En ik heb geluk gehad dat ik heel veel dingetjes met prijskaartjes heb kunnen scoren. Eigenlijk komt alles van Naked af op een aantal artikelen na. Op Instagram had ik gevraagd of jullie hier een shoplog over wilden zien. En echt iedereen wilde dat. En iedereen vroeg zich eigenlijk ook af, hoe heb ik nou al deze items kunnen scoren? Omdat het toch wel tweedehands is. Dus, vandaag ga ik voor jullie een vintage shoplog opnemen. Het zijn echt mega veel items. Ik heb echt te veel gekocht. Dus ik ga er een beetje met een snel tempo doorheen. Ik zal de items ook even niet aandoen, omdat het zoveel artikelen zijn. En omdat de meeste artikelen misschien niet meer te koop zijn voor jullie. In ieder geval, laten we maar snel beginnen met de vintage shoplog. Voordat ik begin is het misschien handig om eerst te vertellen hoe ik eigenlijk te werk ga op Vinted. Op Vinted heb je gewoon een zoekbalk en je kunt heel makkelijk filteren. Je kunt filteren op merk, maat en ook op de staat van de kleding. Dus bijvoorbeeld nieuw met prijskaartje, nieuw zonder prijskaartje, gedragen, goed, weet je wel, daar kun je op zoeken. Ik zoek meestal op nieuw met prijskaartje of nieuw zonder prijskaartje, omdat ik weet dat dat gewoon echt artikelen zijn die net helemaal nieuw zijn. Daarom heb ik ook zoveel items kunnen scoren met gewoon letterlijk het prijskaartje nog eraan. Dus dat is super chill. Dus dat doe ik eigenlijk altijd. Ik ga niet random scrollen. Ik ga echt gewoon zoeken. Ook is het handig om te zoeken per merk. Kijk, ik zoek altijd op Naked. Omdat ik vind Naked een super leuke website. Alleen het kan soms ook wel prijzig zijn. Dus daarom zoek ik altijd op Naked. Zodat ik alle kopjes daarvan kan krijgen. Maar goed, dat kun je ook doen met Most Wanted, Lovies, H&M, Zara. Ga zo maar door. Ik moet wel zeggen dat bijvoorbeeld artikelen van H&M, Zara ook wel. Die zijn vaak wel wat meer gedragen en zo. Het zijn toch wat goedkopere winkels, om maar even zo te noemen. Dus bijvoorbeeld als je voor een Most Wanted gaat, of bijvoorbeeld een Lovies of een Colorful Rebel of zo, dan zul je waarschijnlijk meer artikelen vinden met prijskaartjes. Dus zo ga ik eigenlijk te werk op Vinted. Eigenlijk niet zo heel moeilijk of zo. Oké, het eerste item wat ik heb gekocht is dit vestje van Lovies. Deze had geen prijskaartje, maar deze was wel zeg maar nieuw zonder prijskaartje. Kun je ook zien, hij is echt, voor mijn gevoel, bijna niet gedragen door het meisje. Je ziet helemaal niet van die pilletjes en zo. Het is een soort van beige vestje, maar als je heel goed kijkt, zie je er verschillende kleuren in. En dan heeft hij van zo'n houten knopen. Deze vond ik echt heel erg leuk. Deze heb ik in de maat S. En deze heb ik ook echt lekker vaak gedragen. Dan het tweede item is deze trui van de Zara. Ik was echt op zoek naar deze trui. Ik had hem ergens namelijk al gezien. Volgens mij hadden ze hem ook bij Shine, volgens mij. Maar ik had hem dus gevonden. Deze is wel wat meer gedragen. Er stond volgens mij ook goed bij. Dus dan kun je ervan uitgaan dat je bijvoorbeeld van die kleine pilletjes zeg maar tegen gaat komen. Dat soort dingen. Maar voor de rest ziet het er echt super goed uit. Hij is wel meer korter zeg maar. Dus dat vind ik heel erg leuk. En hij heeft een heel erg mooie diepe hals. En natuurlijk hele grote pofmouwen. Dus dit vind ik ook een heel erg leuk item. Ik heb trouwens voor het Lovies vestje heb ik volgens mij 10 euro betaald. En voor dat Zara truitje heb ik ook iets van de 12 euro betaald. Dan het volgende item is dit geweldige blouseje van Naked. Oh my god, lekker fout met panterprint. Deze was volgens mij helemaal nieuw met een prijskaartje, dacht ik. Ik heb deze 7 euro volgens mij betaald. Hier heb je zo zeg maar van zo'n knoop, dat je zo'n leuk kraagje hebt. Ik vind dit echt super leuk, dit panterprint. Zeker op een jeans of zo, of een leren broek. En die heeft ook van die schattige mouwtjes. Deze is dus van Naked en deze heb ik in maatje 36 gekocht. Ik moet zeggen dat ik dit blouseje vaker zag langskomen op Vinted. Ook ongeveer voor dezelfde prijs, dus ja, deze. Dan een van mijn laatste aankopen. Deze geweldige blazer, ook weer van Naked. Ik heb deze met een prijskaartje gekocht, dat weet ik 100% zeker. En ik heb voor deze denk ik 20 euro moeten betalen. In totaal volgens mij. Met verzendkosten en zo. Maar kijk, voor zo'n blazer met een prijskaartje van Naked, dan vind ik het 20, 18, 25, maakt niet uit. Vind ik het wel gewoon echt waard. Want ik weet gewoon dat deze blazer, normaal gesproken sowieso boven de 60 euro wel zou kosten. Het is echt een heel erg mooie bruine kleur. Hij is namelijk niet te licht en ook niet te donker. Dus je kan hem wel in de zomer en winter dragen. Dus deze vind ik echt super mooi. Heel erg blij met deze. En hier zit dus een prijskaartje aan. Dan heb ik ook nog 3 t-shirtjes met blauwe mouwen. Ik laat ze even tegelijkertijd zien, want ik moet echt opschieten. Als eerste deze top van Naked. Deze is helemaal zwart. Deze heb ik niet met een prijskaartje gekocht. Maar goed, die was ook bijna nieuw, zeg maar. In de maatje S. De mouwtjes zijn doorzichtig. En ik weet niet of je het goed ziet, maar de hals loopt schuin. En dan gaat hij hier omhoog. En dan is hier een kleine rimpeling.
Hetzelfde geldt ook voor aan de zijkanten. En dit geeft echt zo'n chic effect. Deze top met bijvoorbeeld een lage knot of zo, een felrode lippen. Ja, dat vind ik echt super mooi. Dus deze top. Dan had ik bij dezelfde verkoopster had ik ook deze top gekocht. Dit is namelijk gewoon een t-shirt met lange mouwen en een heel erg mooie ja, beige kleur. Deze is ook van Naked. Zie je hier het kaartje. Deze was ook zonder prijskaartje, maar goed, ook weer zo goed als nieuw. En die heeft aan de zijkanten van die touwtjes waarmee je dat zeg maar kan aantrekken. Dit is eigenlijk best wel een dikke stof. En ik vind sowieso de kwaliteit van Naked ja, eigenlijk altijd best wel goed of zo. Het stelt me niet teleur, dus heel erg blij met die twee. En volgens mij had ik voor die twee tops iets van 13 euro in totaal moeten betalen. Dus ja, best wel cheap. En dan het laatste t-shirtje met lange mouwen is deze witte. Deze vond ik echt heel erg mooi. Hier zat ook een prijskaartje aan. Eén van deze. Ik heb eigenlijk geen idee welke dat zou moeten zijn. In ieder geval, deze top heeft zo'n heel erg mooie ja, lijnen of zo. Zo'n soort rimpeling. En de kraag vind ik ook heel erg leuk, omdat hij zo oneffen is. En hetzelfde geldt ook met de onderkant en de mouwtjes. Dit vind ik echt een mooie, basic witte top voor bijvoorbeeld onder zo'n bruine blazer. Of onder een andere blazer of zo. Heel erg leuk. Hier heb ik wel iets meer voor moeten betalen. Maar ja, ik had zoiets van ja, als er een prijskaartje aan zit, dan is het ook niet meer dan normaal om er wat meer op te betalen. Dus ik denk dat die misschien 12 euro kostte op zichzelf, zeg maar. Dus nog steeds mega cheap, maar goed. Oké, het volgende item is een body warmer. En ik denk oprecht dat de verkoper spijt heeft dat dit voor zo goedkoop aan mij verkocht heeft. Want ik had echt zoiets van, wat is dit? Hoe kun je dit nou voor zo goedkoop ja, verkopen? Dit is namelijk de body warmer. Hij is beige en hij heeft dus hier zo'n lint, zodat je die taille kan aantrekken. Hij ziet er nu best wel zeg maar, groot uit, maar dat valt reuze mee als je hem aan hebt. Het is echt een hele erg mooie, warme beige kleur. Ook weer van Naked. En hier zit dus ook een prijskaartje aan. En ik weet dat bij de Zara kosten bodywarmers volgens mij tussen de 30 en 50 of 60 euro. Maar ik weet bij Naked zijn die echt wel richting de 100. En deze vrouw verkocht dus haar bodywarmer eigenlijk volgens mij voor 25 euro. Had ik nog steeds zoiets van ja, dat is nog steeds best wel goedkoop. Maar ik had gevraagd van ja, goh, weet je wel, kan misschien goedkoper. Want ik probeer altijd wel goedkoper te vragen. En toen zei ze van ja, voor 18 euro mag je hem hebben. Dus ik dacht, oh ja, die gaat mee. Voor 18 euro een blazer van Naked, of een blazer, een bodywarmer van Naked. Deze is echt super mooi, heel erg blij hiermee. Oké, het volgende item is eigenlijk een pak. Dus een tweedelig pak. En ik heb eens een keer, echt maanden geleden, heb ik ooit bij Vinted een Zara roze pak gekocht. Nou, dat pak was echt super mooi. Was ook met prijskaartje. Voor de broek en blazer heb ik in totaal toen volgens mij 45 euro moeten betalen. Wat echt natuurlijk helemaal niet duur is. Echt zo'n chique double-breasted blazer. En echt zo'n mooie wijde pantalon. Ik draag hem echt nog steeds en ik krijg echt zo vaak op Instagram de vraag van, oh my god, waar is dat pak van? Waar heb je die van? Ik zeg altijd, ja, die is van de Zara. Maar ja, ik heb hem dus via Vinted gekocht. Dus ik vind het altijd lastig als mensen vragen van, oh, waar is het van? En denk ja, het is tweedehands. Dus ik, ja, I don't know, weet je wel. Ik weet niet of je dat nog kan vinden. Maar het volgende item is dus een pak waar ik heel erg blij mee ben. Oké, dit is de blazer. Echt super mooi. Hij lijkt donkerblauw, maar het is toch echt zwart. Ik dacht ook dat het eerst donkerblauw was. Hij heeft zo'n streep, zeg maar. En een soort van stippenlijn of zo. Dat is moeilijk te zien. Deze is ook van Naked. De blazer heb ik een maatje 36. En die zit echt goed. Er kan er ook zelfs echt een hoodie onderaan. Dus hij is wel een beetje oversized. Echt heel erg leuk. Oké, en dit is dus de bijpassende broek. Weer in dezelfde kleur met dat streepje. Het is wel een soort van ja, wijde broek. Al moet ik zeggen dat hij bovenaan wel gewoon aan mijn lichaam zit. En aan de pijpen aan de onderkant heeft hij een splitje aan beide kanten. En het splitje zit zeg maar aan de binnenkant van je been. Dus dat is best wel een leuk effect. En ja, deze heb ik in een maatje 38 volgens mij. Ja, al moet ik zeggen dat het een maatje kleiner ook wel had gekund. Want ik merk dat bij Naked alles best wel groot uitvalt. Ik heb eigenlijk altijd een 36 in broeken en in bovenstuks en zo. En dan weet ik gewoon van het zit goed. Dus deze had iets kleiner gemogen, maar hij zit nog steeds best wel prima. En dit pak heb ik volgens mij ook eens rond de 20 euro kunnen scoren. Ja, deze had wel geen prijskaartje, maar goed, het ziet er zo nieuw uit. Bij de benen zie je ook echt niet dat het zeg maar, is gaan pillen, weet je wel, door het dragen ervan. En de blazer ook niet, dus heel erg blij hiermee. Het volgende item is weer van Naked, het is namelijk deze jurk. Het is echt een heel erg strakke, lange jurk. Hij komt tot ja, onder mijn knie sowieso. En zo ziet de bovenkant eruit. Het is een V-hals met knoopjes. Het zijn wel neppe knoopjes, dus je kunt ze niet dichtmaken. Wat langere mouwtjes en dan zo'n polo kraagje.
Deze heb ik in de maat S en deze zit eigenlijk ook super goed. Alleen moet ik wel zeggen dat ik hem... Ja, ik mag zeg maar niet echt iets eten die dag als ik het draag. Dus ik moet er een beetje naar uitkijken. Maar echt een super mooie kleur. En ik heb deze letterlijk voor 5 euro gekocht. Nou, ik zag die jurk en dacht eigenlijk van ja, is daar iets mis mee of zo? Is hij heel erg gedragen? Maar hij lijkt gewoon echt letterlijk nog nieuw. Dus heel erg blij hiermee. Oké, we zijn aangekomen bij het allerlaatste item. En het is weer een pak. En ik denk serieus van al mijn Vinted aankopen dat het echt de beste en de mooiste is ooit geweest. Ik ben daar echt super blij mee. Maar voordat ik hem laat zien, moet ik eerst even een disclaimer geven. Ik heb namelijk nog een aantal items die ik bij Vinted heb gekocht. Dat is namelijk nog een t-shirtje en een trui. Alleen liggen in een was. En ik kan ze even niet vinden. Dus ik kan ze even niet laten zien. In ieder geval, één item is eigenlijk een soort van polo shirtje. Met een wat diepere V-hals. En het wit, die had ik ook met een prijskaartje gekocht. En het andere item is een felroze kooltrui, echt een dikke kooltrui, maar die is cropped met hele extreem lange mouwen, dus die is echt super leuk. Maar ja, ik kan hem even niet laten zien, maar als je me volgt op Instagram dan heb je hem vast wel eens een keer voorbij zien komen. Maar laten we nu even doorgaan naar het laatste item. Oké, ik begin even met de blazer. Mijn hart, dit is echt zo'n chique mooie blazer. Ik ben hier zo blij mee. Als je goed kunt zien, het is namelijk een corduroy stof in het beige. Echt zo mooi. Ik heb deze blazer met een prijskaartje kunnen scoren. Toen ik deze blazer tegenkwam, want hij had dus een prijskaartje. Toen hadden echt over de 60 mensen hem gefavoriet. En dat betekent eigenlijk dat 60 mensen interesse hebben in het item. En hij was maar 25 euro. Dus ik had zoiets van ja, heeft nou niemand van die 60 mensen die blazer nou gekocht of zo? Ik vond het zo raar. Dus ik had haar een berichtje gestuurd van hey, zou die eventueel wat goedkoper kunnen? En toen zei ze, oh ja, prima, wil je hem voor 20 euro? Dus ik zoiets van, oh, nou ja, is goed, prima. En ik dacht echt, van al deze 60 mensen heeft nooit iemand gevraagd of hij hem ja, goedkoper kan krijgen of iets. Nou ja, in ieder geval, ik ben super blij met deze blazer. Deze is in de maatje 36 en die zit echt top. Hij is ook oversized. En hij is echt, ja, ik hou gewoon echt van zo'n mooie corduroy stof. Alleen nu komt dus het grappige. Ik had deze blazer gekocht, gewoon los, niet per se in een pak. En ik was echt weken later, was ik op Vinted aan het scrollen en toen kwam ik een broek tegen. En ik vond die broek heel erg mooi en die was ook van Naked. Echt zo'n mooie stof, mooie kleur. En ik had mijn favoriete gezet, maar ik dacht, ja, ik heb hem niet per se nodig. Niet dat ik überhaupt hier iets nodig van heb, maar ja, je snapt me. Dus ik had die broek favoriet, maar ik was het weer vergeten. En een aantal dagen ging ik weer kijken, zeg maar, door Vinted. En toen dacht ik, wacht eens even. Die broeken, die komen zo bekend voor. Het is namelijk deze broek. En ik weet niet of je het nu al kan zien. Het is letterlijk de broek die bij die blazer hoort. Ik had gewoon per ongeluk een pak zeg maar bij elkaar gevonden. Ook weer een broek van Naked in de maatje 36. En deze zit echt, nou alsof die gemaakt is voor mij. Maar echt zo'n mooie broek. Hij is iets korter, dus namelijk een culot. Maar niet een heel erg korte culot zeg maar. En hij is natuurlijk ook wijd, want dat vind ik super mooi. En ja, echt een mooie afwerking ook met die dikke, brede, ik weet niet hoe dat heet, gespen. Nee, dat zijn geen gespen. Nou, in ieder geval, je snapt wat ik bedoel. Echt super mooi. En ik heb deze broek uiteindelijk volgens mij voor 18 euro kunnen kopen. Dus dan had ik dus eigenlijk per ongeluk een pak gekocht bij twee verschillende kopers. Waar ik echt zo blij mee ben. Ik vind hem echt super chic. Nou, dan zijn we nu echt aangekomen bij het einde. Oh my god, ik ben echt als een speer door die items heen gegaan. Maar ja, het is gewoon zoveel. En om dan een deel 2 en een deel 3 te maken vind ik ook een beetje onnodig. In ieder geval, ga eventjes op Vinted kijken. Het is echt gewoon mogelijk om heel erg mooie, nieuwe, chique items te vinden. Het is even een zoekwerk. Het is natuurlijk niet gewoon even een Zara waar je doorheen scrolt. Dus je moet even ja, je tijd ervoor nemen. Als jullie deze video leuk vonden, doe dan een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, kun je dat hieronder ook gratis doen. Je zit gewoon nergens aan vast. En laat me even in de comments weten wat voor video's jij graag wilt zien van mij. Ik vind het zelf ook heel erg leuk om styling video's te maken. Dus laat me weten of jullie dat leuk zouden vinden. En voor de rest wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En tot volgende week.